Cristiano. Het is een gitaar, helaas geen piano. Ja, dat ga je straks in deze video zien. Maar eerst ga ik je laten weten wat er aanstaande zondag om 16:30 online komt op mijn YouTube kanaal. Een video speciaal met Hakim Ziyech. Hij gaat naar Chelsea en we hebben een hele bijzondere afscheid voor hem geregeld. Hey Hakim Ziyech, je gaat nu echt weg en heeft Ajax pech. Spelers. Dat Messi redelijk goed kan voetballen, dat wisten we natuurlijk allemaal. Maar dat hij ook goed is in de Battle Flip Flop Flap Flap Challenge, ja, dat wist ik nog niet. Dani Alves was afgelopen week jarig en we weten allemaal dat hij een beetje gek is, een beetje. Maar goed, zoals Calvin zegt, doe maar lekker gek, je doet dan normaal genoeg. Volkan Babacan is een Turkse keeper en deze man heeft serieuze skills. Ik snap trouwens niet waarom deze video niet geplaatst is bij Weyo. Er zijn heel veel lookalikes. Cristiano Ronaldo heeft bijvoorbeeld een Turkse lookalike, maar tegenwoordig heeft hij ook een Marokkaanse lookalike. Matthijs, ik weet niet of je het weet, maar de kappers zijn weer open, my friend. Gewoon lekker kort, weet je? Gewoon lekker een tweetje of zo. Frenkie is back in Barcelona. Of we Morata nog gaan zien voetballen is nog maar de vraag. Hij is namelijk ontvoerd. Lieke Martens, een van de beste vrouwelijke voetbalsters van de wereld, is een siervoetbalster. Maar ze laat ook zien dat ze keihard kan trainen. De monster, Bruno Alves, oud-international van Portugal. He never skips a chest day. Lieke Martens, Luka Modric. Hij laat zien dat een loopband op verschillende manieren gebruikt kan worden. Deze week helaas niet een nieuw dansje van mijn grote vriend Lewandowski. Maar ik moet hem nu gaan feliciteren, want hij is papa geworden. It's FaceTime. FaceTimen met Joshua Zirkzee. Top talent, 18 jaar, speelt bij Bayern München en is eigenlijk heel erg in de buurt van Lewandowski als nummer 1 spits. Het is aftellen voor jullie, hè? Jullie mogen bijna weer voetballen. Ja, we gaan nou bijna weer met het hele team trainen. Je moet nog wat afmaken, ik bedoel, je was niet normaal voordat dit allemaal gestopt was. Ben je weer klaar om dat af te maken, bro? Het ging lekker, maar we moeten niet vergeten dat Lewandowski terug is. Dus met de kans die ik ga krijgen, ga ik gewoon mijn uiterste best doen. En vanaf daar gaan we gewoon verder werken. Je moet met Lewandowski praten, bro. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb deze man hoog zitten, maar echt hoog, hè. Weet je toch, die coole afmaker. Ik zie hem elke keer met die gekke dansjes. Het past niet bij hem, man. Praat met hem, alsjeblieft. Ja, weet je, hij doet gewoon wat hij wil, joh. Ik ga niet... Ik hou zelf ook niet echt veel van TikTok, maar weet je, ik laat toch... FC Gun. Ja, je kon één van deze ballen winnen. En wat moest je doen? Je moest een tekening van mij maken en dat zetten op Instagram en mij taggen. En we hebben twee winnaars en die komen zo meteen in beeld. Wil je nou ook iets winnen? Laat even weten in de comments wat je nou een toffe prijs zou vinden. En wie weet ga ik daar aan voldoen. De winnaars komen nu in beeld. Coaches. Ja, 17 miljoen coaches. Iedereen in Nederland heeft wel een mening over voetbal, dus jij ook. En wil jij nou kans maken om in deze video te komen? Tag me dan in je Insta-story en laat weten waarom jij zoveel weet over voetbal. Timo, speler van FC Utrecht. Wie zou er volgens jou kampioen worden? Ik denk Ajax. AZ. Ik wil gaan voor AZ. Welke twee clubs zouden er volgens jou degraderen? RKC Waalwijk en ADO Den Haag. RKC en Fortuna. ADO en RKC. RKC en ADO Den Haag! De scholen gaan weer beginnen. Jij hebt er super veel zin in, hè? Nou, dat niet echt. Ja, een beetje. Een beetje. Ik heb er helemaal geen zin in! Jawel. Weet je wat zondag gaat gebeuren? Nee.
Luister dan. Hakim Ziyech heeft geen officiële afscheid gekregen. Dus dat hebben wij gedaan. Een officiële afscheid in een lege arena. Met hele bijzondere gasten. En er is een pokoe voor hem gemaakt, bro. Maar die kan ik je nog niet laten horen. Je moet zondag kijken. Echt niet normaal, bro. Een dikke SO. Een dikke shout-out. Naar wie dan? Ja, ik krijg allemaal filmpjes via mijn Insta-stories. Je kan me taggen. En is die echt vet, dan krijg je een plek hier in de dikke shout-out rubriek. Dit is in ieder geval eentje die echt een shout-out verdient. Is toch vet gedaan met die pet? Maar wat dacht je van deze? Ik hou wel van humor. Deze man doet een truc en daarna check tot het einde. Ja, 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 please. Please. En een dikke shout-out naar deze persoon. Ik bedoel, hij was gewoon letterlijk de eerste kijker van mijn vorige video en hij heeft bewijs. Hij is echt first. Ja, tot slot, deze heb ik niet via Instagram gekregen, maar het is een jongen, 11 jaar, woont in Congo. En je ziet hoe creatief deze man is. Met heel weinig heeft hij een prachtige stadion gebouwd. It's baseball. Hey, Cristiano. Hey. What's up? Yes, I'm fine. Thank you, my bro. What are you doing? Just to share some moments with you. Me with my family, my boys. I see little Cristiano Jr. Say hello. Hello. You remember me? Ah, come on. Don't be shy. Cristiano, what's the name of your princess? Evita. And the name of the baby little boy? Mateo. Ah, Mateo. What are you going to do today? I don't hear you. Can you hear me? Bro, you have beautiful kids, man. They look like me. Beautiful. Where are you now? Look, I'm gonna turn around to see, for you to see where is Cristiano. Did you see? Yes. Little Cristiano Jr. is training, hè? Ooh. Same place as our first meeting. He has a good shot, my friend. It's talent. Talent pays off. It's talent, not calent. What is Princess doing? And my princess, they are so quiet. Look, look at these eyes. Like mine, look. Bro, thank you for your time, man. Legend. Legend? You are a legend, my friend. Thank you. I am a legend, of course. Waarschijnlijk zou je denken, deze video is echt nep. En ik zal je vertellen wat het is. Het is echt nep. We gaan even uit voor de reclame. Ja, ik wil reclame maken voor al mijn abonnees. Super veel love dat jullie zo dedicated zijn. We zijn bijna bij de 1 miljoen abonnees. En dan krijg ik eindelijk die gouden putten. Ken je iemand die van voetbal houdt? Laat hem weten dat hij moet abonneren. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer. Way yo! In dit rubriekje ga ik kijken of mijn redactie wel goed haar werk heeft gedaan. Er zijn allemaal filmpjes waar ik naar ga kijken. En is het nou echt way yo of is het gewoon moi? Way yo! Way yo! Ik geef hem de shine. Ik bedoel, het is een aparte variatie van de AK3 Doezo. Yo, ja, hij gaat er niet in, maar hij riskeert gewoon om echt keihard zijn andere raam in te schieten, dus... Ja, moi. Ik heb dit al een keer eerder gezien. En ja, dit is nu een vrouw die het doet, maar ja, ik wil niet vrouwenvriendelijk zijn. Die zijn ook gewoon hartstikke goed, dus moi. Wow, die was gek. Tot nu toe, redactie, where? Yo. $20. Let me see what you got, wa? Ready? Say you go hit it one time, huh? One time. Hé,
Ja, een beetje flauwer. Moi. Wee yo. Sterke verhaal. Bij sterke verhalen moet je een boeiend verhaal vertellen en dat 30 seconden lang. Want als het niet boeiend genoeg is, dan klik ik je weg. Hou je de 30 seconden, nou dan heb je 30 seconden of fame. Met wie heb ik hier het genoegen? Met Felix, man. Ja, Felix, the one and only. Een boeiend verhaal, geen haperingen, hebben we op YouTube geen tijd voor. Anders gaan al die kijkers wegklikken. Dus doe je ding. Ja, nog... Weet je wat? Nog dat wij het samen hebben gezelfgebouwd? Nee, man. Ja, ik weet nu wel wie je bent, maar ik kan niet weten dat wij nog samen... Waar was dat? Nee, we hebben een keertje samen zelf gehad bij Milan Vochton, daar in de buurt. Oh, oké. Ja. Weet je nog die pannen die ik jou toe gaf? Zomaar zeggen dat je mij pannen hebt gegeven en dat klopt niet eens. Kom op, is klaar.